Er komt een studiefonds voor verpleegkundigen die verder willen studeren. President Chandrika Prasad Santokhi meent dat hiermee wordt geïnvesteerd in de toekomst van de verpleging. Als verplegend personeel, basis, vergevorderd, specialistisch, master, PhD, krijgt de ruimte en mag gebruik van die fondsen, zal een revolving fonds zijn. En als ik Basco kan jorokko, safri, je paaibakken, zodat weer een andere student daarmee kan profiteren. Dat is geschenk wat de regering geeft aan het verplegend personeel. Het zal bestaan uit college geldcredit, maandelijkse leenbedrag, het additionele krediet ten behoeve van ICT-studiematerial. En het fonds starten we met ruim 2 miljoen SRD. En voor de master- en PhD-opleidingen 300.000 Amerikaanse dollar. Daarmee gaan we starten. Het heugelijk moment voor de bewoners van de omgeving vond plaats op de dag der verpleging. President Santokhi meent dat als de verpleegkundigen er niet waren, het land in een grotere chaos zou zijn. Laat deze dag der verpleging ook een bewustwording met zich meebrengen. Dat als vandaag de verpleegster er niet waren, het verplegend personeel er niet was, dan zou de samenleving vandaag heel anders uitzien in Suriname. In bijna elke familie zijn er 1, 2, 3 mensen die weggaan door COVID. Gezinnen worden gehalveerd door COVID. En daarom beseft men niet hoe ernstig het is. President Chandrika Prasad Santokhi.